En Suriname kent vanaf vandaag e-rijbewijzen, oftewel elektronische rijbewijzen. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie zegt dat hiermee de PVC-rijbewijzen niet meer worden afgegeven. Personen die een nieuw rijbewijs moeten krijgen, kunnen die vanaf vandaag afhalen. Eigenlijk vanaf maandag zouden de mensen dus hun nieuwe rijbewijs kunnen ophalen. We hebben vooruit gewerkt om de rijbewijs uit te printen reeds. In afwachting op de wet. Dus mensen kunnen versneld hun rijbewijs afhalen. Voor wat betreft de verkeershandhaving is het ministerie bezig met een revisie van de verkeerswetgeving, zegt Amoxie. Het rijbesluit en de rijwet gaan onder een vergrootglas. Vandaar ook dat de handhaving wordt opgevoerd. Dat we ook deze mensen kunnen aanpakken. Het is hier genoemd dat er een COVID-brigade komt. En dus het is eigenlijk een uitbreiding van de bestaande werkzaamheden en verantwoordelijkheden naar meer actoren en meer mensen in het veld. Aldus minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie afgelopen zaterdag in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.